bijvoorbeeld hier kun je zien dat je hebt hier een gedeelte van de windverband loopt buiten en dus binnen. Stel dat het nu uit buiten heel koud wordt, dan trekt die kou in dit windverband en die kou trekt hier doorheen. Dus hier kan als het koud wordt condens ontstaan. Want dat kan hier ook doorheen trekken, maar dan kun je oplossen door hier een nylon plaat tussen te zetten. Ja, verder is het gewoon proberen zoveel mogelijk windverbanden niet voor het luik te krijgen. Dat is het allermooiste.